Na de misschien wel ingecalculeerde thuisnederlaag tegen regerend landskampioen Feyenoord wacht Almere City dit weekend weer een uitwedstrijd tegen een directe concurrent in het rechte rijtje. De ploeg van Alex Pastoor gaat zondagavond in Almelo op visite bij Heracles. Hoogste tijd dus voor aflevering 24 van Almere Divisie met vandaag de volgende onderwerpen. City wil zich revancheren op de 0-5 thuisnederlaag tegen Heracles. Stijn Racing keert terug na een schorsing. Gert-Jan Verbeek verwacht een doelpuntrijk duel tussen zijn oud-clubs. En volgens clubwatcher Tijmen van Wissing is Heracles bang voor Almere City. Almere City FC speelt dit weekend voor het eerst dit seizoen de late zondagavondwedstrijd in de Eredivisie. Vanaf 8 uur speelt de ploeg van Alex Pastoor in Almelo tegen directe concurrent Heracles. De Almeerders hebben nog een appeltje te schillen met de Almeloers, want die waren eind november hier in het Janmarstadion nog met 0-5 te sterk voor de ploeg van Alex Pastoor. Hebben jullie nog een appeltje te schillen? Wat denk jij? De vraag stellen is een beantwoorden. Nou, bijna wel. Ja. Toen ook al gezegd, wij hebben daar toen 60, misschien wel 65 of 70 minuten de wedstrijd volledig gedomineerd. Dus de uitslag was... Ja, behoorlijk geflatteerd, maar dat doet er niet toe. Er stond 5-0 op het bord en als sportman vind je dat niet fijn. Ja, wat hebben jullie met name geleerd van die wedstrijd van destijds? Nou, in die fase, en daar hebben we wel meer wedstrijden van gehad, weet je, je kunt proberen wat je wilt en je moet altijd je aan het gameplan houden. En dat je op een gegeven moment wat risico's moet nemen om een gelijkmaker te proberen te forceren, of in ieder geval de aansluitende treffer. Dat kan nooit ten koste gaan van de organisatie op het veld. En welke stand er ook tussendoor op het bord staat. Ik ben nooit van gooi alle deuren maar open. Ik denk dat wij, zoals we voetballen, al voldoende risico nemen. En onverantwoorde risico's neemt niemand graag in het leven, denk ik. Ja. Tegen Feyenoord viel centrale verdediger Mbeso uit met een blessure. Die is er ook nu niet bij. Hoe is het met hem? Want die lijkt de wedstrijd tegen Heracles in ieder geval niet te halen. Nou, het is goed met hem hoor, maar hij heeft dan een aangepast programma. Ja. Maar ik kan over alle spelers, dus ook over hem beschikken vanmorgen. Die gaat ook mee gewoon? Ik kan over alle spelers beschikken en wie er meegaan, dat gaan we straks bekendmaken. Ja. Nou, Almere City wordt alom geprezen. Hè? Jullie doen het boven alle verwachtingen, maar er klinkt ook kritiek. Hè? Dat heb je ongetwijfeld ook gehoord op de speelstijl. Irriteert je dat wel eens? Nou nee, want iedereen die naar voetbal kijkt, die mag daar wat van vinden. Dat irriteert me nauwelijks. Ik bedoel, op het moment dat Van Gaal zich gaat roeren, dan kan ik me er misschien iets van aantrekken. Maar dan nog hoef ik het er niet mee eens te zijn. Ik bedoel, maar je volgt het wel allemaal? Nee. Maar ik krijg het wel heel deel onder ogen, omdat Jan en Alleman, of Martijn en Alleman, mij dat onder ogen schuift of laat horen. Maar daar neem ik geen aanstoot aan. Ja, maar je levert een hele goede prestatie met je club en dat doe je op jouw manier. Maar ik kan me voorstellen dat het dan ook irriteert als zo'n columnist als Hugo Borst jouw ploeg vergelijkt met Getafe en Getafe Light noemt. En dat is een ploeg die staat bekend om zuigen, tijdrekken, vals spel. Daar wil jij niet mee geafficheerd worden. Nee, maar kijk, ik denk op de eerste plaats dat de voetbalwereld inmiddels zo is gaan werken. Hè, dat iemand zegt wat en dan vervolgens moet daar 100 man op reageren. En die leggen dat weer voor aan weer andere 400 mensen en die gaan daar weer op reageren. Waardoor de eerste 100 daar weer stukjes over gaan schrijven. De waarneming is zeker voor wat betreft de niet-ingewijden is heel oppervlakkig. En dat is misschien een beetje jammer, maar dat maakt niet uit. Wat ik tegen je collega vorige week zei. We hadden het zelfs over deze boom. Misschien vind jij die heel mooi en ik heel lelijk. Kan ook andersom zijn, maar die boom blijft die boom. Middenvelder Stijn Racing is dit seizoen een van de revelaties bij Almere City. De pas 20-jarige Racing keert tegen Heracles terug na een schorsing die hem afgelopen weekend tegen regerend landskampioen Feyenoord nog aan de kant hield. Stijn Racing, je keert terug na een schorsing die je tegen Feyenoord nog aan de kant hield. Uitwedstrijd tegen Heracles wacht. Daar moet jij enorm veel zin in hebben, denk ik. Ja, zeker. Ik denk dat elke wedstrijd in deze competitie leuk is en een nieuwe uitdaging voor mij en ook voor het team. En helemaal als je dan vorige week op de tribune zit, ja, dan voel je eigenlijk pas echt hoe leuk het is om op het veld te staan. Dus ik ben blij dat ik van de schorsing af ben. Ja, heb jij je zitten verbijten? Want het is toch een mooi affiche en je spelen tegen een topclub als Feyenoord en dan moet je dat op de tribune allemaal bekijken.
Ja, in die zin wel. Dat is natuurlijk... dat vind ik helemaal niet leuk om dan vanaf de zijkant toe te kijken. En je voelt je ook wat minder dan een onderdeel misschien van het team. Omdat je er geen invloed meer op hebt en je zit niet echt heel dicht bij de jongens. Maar ik vond dat het wel echt een goede wedstrijd speelde. Dus ja, het was een beetje een dubbel gevoel. En dan wacht de uitwedstrijd tegen Heracles. Eerste wedstrijd eindigt hier in een 0-5. Daar heb jij slechte herinneringen aan dat potje. Ja, voor mij sowieso, maar ik denk voor het hele team. En dat kan een keer gebeuren, maar ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar niet meer al te veel aan terugdenk. En vooral naar morgen uitkijk om weer een goede wedstrijd te gaan spelen. Ja, jullie hebben nog wel een appeltje met ze te schillen, toch? Er leven ongetwijfeld revanchegevoelens na die 0-5. Ja, op zich zo kan je dat wel noemen. Ik denk gewoon dat het normaal is als je dik verliest van een ploeg, dat je de volgende keer misschien een extra vuurtje hebt om te zien hoe het deze keer gaat. Dus ik denk dat gewoon normaal is bij iedereen. Ja. Hey, jouw maatje Jochem Ritmeester van de Kamp, die heeft deze week zijn contract verlengd, is opengebroken. Hoe zit dat met jou? Want jij hebt ook nog een doorlopend contract tot volgend jaar. Hè? Ja. Ben jij ook in onderhandelingen of laat je het gewoon zo als het is? Nee, ja, ik heb volgend jaar nog een contract en dan nog een optie voor nog een jaar. Dus volgens mij zit ik voorlopig nog wel gewoon met een contract. Dus ik heb nog niet echt mezelf bezig gehouden met onderhandelingen of wat dan ook. Hey, laatste dingetje. Je bent natuurlijk een van de revelaties van dit seizoen. Met je 20 jaar vaste kracht op het middenveld. Was gisteren selectie van Jong Oranje werd bekendgemaakt. Had je nog stille hoop? Nee, ja, je krijgt de lijst of je nou zelf gaat bekijken of wat andere mensen kijken. Je krijgt sowieso doorgestuurd. Omdat je wat je zegt op mijn leeftijd, als je dan alles speelt in de Eredivisie. En ik denk dat het ook nog eens een keer als team heel goed doen en dat ik me ook goed ontwikkel. Dan is dat logisch als je ook naar de selectie kijkt van welke club zeg maar, er bij Jong Oranje zitten. Ja, dat misschien in aanmerking zou komen. Maar verder, ik zet er niet bij. Dus dan is het ook snel weer doorgaan. En gewoon op Almere focussen. Geen stille hoop, geen teleurstelling. Nee. Hij was in het verleden trainer van zowel Heracles als van Almere City. Ik heb het natuurlijk over Gert-Jan Verbeek, die tegenwoordig als analyticus van ESPN zijn oude clubs nog altijd op de voet volgt. Aan de vooravond van Heracles tegen Almere zochten we daarom Verbeek op in zijn woonplaats Dalfsen. Voetbaltrainer Gert-Jan Verbeek is al 2 jaar clubloos na zijn ontslag bij Almere City, maar is als analyticus voor sportzender ESPN nog altijd nauw betrokken bij de voetbalwereld. Zondagavond treffen zijn oude clubs Heracles en Almere City elkaar in Almelo en dat is een wedstrijd die de 61-jarige Verbeek met meer dan gemiddelde belangstelling zal gaan volgen. Nou, het wordt voor Heracles een hele belangrijke wedstrijd die ze eigenlijk moeten winnen om uit de onderste regionen weg te komen. Hè? Want die hebben toch, ondanks de trainerswissel, wisselend gepresteerd. En die smachten naar een aantal overwinningen op rij. Almere City heeft duidelijk progressie gemaakt in de loop van het seizoen. En dat kun je bij Heracles niet zeggen. Hè. Dat heeft ook een trainerswissel gekost. En ook de nieuwe wissel van de trainer heeft wel een andere speelopvatting tot stand gebracht. Maar dat is nog niet veel succesvoller geweest als onder Sean Lammers. Almere City presteert tot dusverre boven alle verwachtingen tijdens dit debuutseizoen op het hoogste niveau. Met 27 punten uit 23 gespeelde wedstrijden. Verbeek verwacht daarom dat zijn oude club zich zal gaan handhaven. En dus ook volgend seizoen actief is in de Eredivisie. Ze zijn groeiende, ze hebben ook nog weer wat versterkingen opgehaald in de winterstop. En dat betekent dat Hansma goede contacten heeft en de juiste mensen aantrekt om Almere in een gespreid bedje te laten komen in het einde van de competitie. Met 27 punten en nog 11 wedstrijden te gaan moet dat lukken. Hè? Want ja, met 34, 35 punten ben je zo goed als veilig. En dat is een hele knappe prestatie als je ziet waar Almere vandaan komt. Maar ik zei al, de organisatie was er wel klaar voor. Alleen het gaat altijd om de kwaliteit van de speelsgroep. Toch klinkt er ook her en der kritiek op het spel van het huidige Almere City. Er wordt veel de lange bal gehanteerd, vechtvoetbal, 1-op-1. Wat vind je van die kritiek? Ja, je moet toch wat als analist zijn.
Aan de andere kant kun je ook zeggen, het is heel realistisch. Ik bedoel, het is overleven voor Almere. De ervaring die ze dit jaar opdoen, die kunnen ze gebruiken voor het tweede seizoen. En je ziet ook heel vaak dat het tweede seizoen veel moeilijker is om je te handhaven als het eerste seizoen. Hè. Dat zie je nu bijvoorbeeld aan Volendam. Hè, die verleden jaar ook na de winterstop een goede serie hebben neergezet, erin zijn gebleven. Ja, en dit jaar is het toch lastig. Hè. Je moet ook maar weer afwachten als zo'n Almere City wat goed draait. Hè, of de beste spelers binnenboord gehouden kunnen worden. En of je je dan op die manier ook weer kan versterken. Ja. Maar dat is weer voor volgend seizoen. Hè. Op dit moment staat het er prima op. Ja. Hugo Borst ging nog wat verder in zijn kritiek. Die noemde Almere City van Alex Pastoor Getafe Light. Wat vond jij daarvan? Nou ja, ik denk dat hij dat als een compliment heeft uitgesproken. En dat is al heel wat voor Hugo. En Getafe is toch zuigen, tijdrekken, mensen erbij naaien. Ja, nou dat bijna, weet ik niet of dat erbij hoort, maar het is wel een vechtploeg aan het worden. Hè? Met heel veel overtredingen af en toe in wedstrijden, waardoor ze het ritme opbreken van de tegenstander. Hè? PSV had er bijvoorbeeld ook heel veel last van, ook commentaar op. Hè? Dus ik kan wel begrijpen dat dat soort kritieken op een gegeven moment ontstaan. Hè? Dat is de speelwijze van dit Almere City. Maar ik denk dat Pastoor er hartstikke blij mee is. Verbeek werd in het seizoen 2021-2022 al na 5 maanden ontslagen als trainer van Almere City. Het was een korte periode waar hij geen beste herinneringen aan heeft. Over een grote deel is het natuurlijk een teleurstelling. Ik was met andere verwachtingen erheen gegaan. Deels ook door de gesprekken die ik gevoerd heb met Teun Jacobs en John Bes. Nou ja, helaas zijn niet alle afspraken die we gemaakt hebben van tevoren zijn uitgekomen. Zouden spelers komen? Ja, de groep zou kwalitatief een injectie krijgen. Er zouden nog 6-7 spelers gehaald worden die beter waren als de spelers die verleden jaar rondliepen. Er zou van een aantal spelers afscheid worden genomen voor eind augustus. Nou ja, dat is allemaal niet gebeurd door wat voor oorzaak dan ook. Dat is minder belangrijk. Ja, en dan kom je toch te zitten met een spelersgroep waar de verwachtingen heel erg hoog van zijn. Zeker van de buitenwacht. Ja, en de kwaliteit van de spelersgroep. En ja, dat was een mismatch tussen mij en die spelersgroep. Nou ja, dan is trekken naar dood paard. Dan moet je op een gegeven moment rigoureuze maatregelen nemen. Nou ja, en daar zaten de technisch manager en ik niet op één lijn. Ja. Nou, toen is er gekozen om uit elkaar te gaan. Ja, het is wel je laatste club geweest, Almere City, na een hele mooie carrière als trainer. Met onder andere AZ en Feyenoord als clubs en Bundesliga clubs. Was nou Almere City je allerlaatste club als hoofdtrainer? Zeg nooit, hè. Maar hoe langer je eruit bent, hoe moeilijker het wordt om terug te keren. En ik kan langlopende projecten zie ik ook niet zitten op dit moment. Heracles was natuurlijk afgelopen seizoen namen ze ook afscheid van de trainer. Nou ja, ik ben niet benaderd hoor, laat dat wel zijn. Ze hebben gelijk volgens mij ingezet op Van der Looy. Maar ik ben natuurlijk wel vraag gesteld voor joh, als het nou Heracles komt, ja, dan zou ik het misschien wel doen voor een half jaar of zo. Hè, maar op dit moment heb ik 42 dienstjaren in betaalde voetbal erop zitten. Ik heb altijd de agenda van de KNVB moeten volgen. Ja, ik heb nu een eigen agenda. Nou ja, het voordeel daarvan is dat ik bijvoorbeeld verleden week met vrouw en kind lekker heb kunnen skiën. Hè. Dus ik kan nu tegen dingen nee zeggen. En dat kan je als trainer van de club niet. Dus heeft ze voor- en zijn nadelen. Maar het is niet zo dat ik al definitief afscheid genomen heb. Tot slot, een voorspelling voor komende zondag. Heracles tegen Almere City. Wat gaat het worden? Wie gaat er winnen? Ik denk dat er sowieso doelpunten gaan vallen. Heracles moet. En ik hou het op 2-2. Okay, nou, dat is voor beide ploegen mooi in hun strijd tegen degradatie, lijkt mij. Ja, voor Heracles is een puntje misschien wel te weinig. Maar afijn, het is op dit moment niet makkelijk spelen tegen Almere City. Hè. Die heeft een idee met elkaar waar ze de tegenstander moeilijk maken. En dat resulteert in een soort vechtvoetbal. Nou ja, ik weet niet of Heracles daar zo goed tegen bestand is. Journalist Tijmen van Wissing is namens RTV Oost al jaren de vaste clubwatcher van Heracles. En hij zag dat de club uit Almelo tot dusverre een wisselvallig seizoen doormaakt. Volgens Van Wissing wordt er in Overijssel met veel respect gekeken naar de prestaties van Almere City tijdens dit debuutjaar op het hoogste niveau.
Nou ja, ze zijn wel bevreesd voor Almere City. Zondag komen ze hier op bezoek. 5 punten meer. En het is een taaie ploeg. Dus Heracles is vooral bevreesd voor Almere City. Dat was eerder dit seizoen natuurlijk anders. En voorgaande jaren ook. Want Heracles was vorig jaar ook de club die natuurlijk tegen Almere het heel goed deed. Uiteindelijk won Almere daar ook die wedstrijd. Maar Heracles is natuurlijk een grotere club. Dus ze kijken daar wel naar. Het is een concurrent in de strijd om lijfsbouw. Er is wel wat veranderd dan, want ja, de wedstrijd vorig jaar bij Almere op bezoek, dat was nog een pittige 0-5 overwinning voor Heracles. Wat is er veranderd in die tussentijd dat ze er nu anders tegen aankijken? Nou, ik denk dat het vooral de ogen heeft geopend bij Almere, want die zijn wakker geworden. Die wedstrijd vertekende ook wel een beetje, hoor. Want 0-5 was absoluut niet de afspiegeling van dat wedstrijdbeeld. Sanko maakte daar 3 treffers. Nou, die is eigenlijk gewoon niet goed genoeg voor Heracles Almelo. Dat vinden mensen in Flevoland waarschijnlijk heel gek, omdat hij 3 treffers daar maakte. Maar ja, het is een speler die niet in de basis thuis hoort. Je ziet hem ook nauwelijks nog invallen bij Heracles Almelo. En Heracles heeft daar gewonnen. Maar daarna kwam er toch nog wat chagrijn. John Lammers was daar nog de trainer destijds. En die is in de winter ontslagen door Nico-Jan Hoogma. Dus toen merkte je al wel dat het heel stroef loopt dit jaar bij Heracles. En ja, bij Heracles hebben ze een huishouding die is ingericht op de Eredivisie. Nou, dat hebben ze 1 jaar kunnen overbruggen in de Eerste Divisie. Dat heeft ze een titel opgeleverd. Iedereen ging er ook achter staan hier in en rondom Almelo. Record aantal seizoenkaarten verkocht. Ja, en dit jaar proef je een spanning. En ja, dat heeft ook zijn weerslag op het veld. Gaat Erwin van der Looy, die ondertussen de vervanger is van de trainer die is ontslagen, gaat hij het op de rails krijgen? Gaat hij dat kunstje flikken, denk jij? Ik kan wel begrijpen dat Nico-Jan Hoogma heeft ingegrepen. Maar of Erwin van der Looy met dit materiaal in de Eredivisie blijft, dat blijft denk ik een vraagstuk voor de laatste weken. Zo ontspannen als Almere City nu ogenschijnlijk door de Eredivisie gaat, zoveel spanning zit erop bij Heracles Almelo. En je was hier net zelf ook al eventjes. Ze hebben het nu al over de laatste 3 wedstrijden waarin ze de concurrentie onderin de Eredivisie treffen. Ja, het gaat weer op die laatste 3 speelrondes aankomen. En wat zal in deze wedstrijd het verschil maken, denk jij, tussen deze 2 ploegen? Bijvoorbeeld is Heracles thuis een klasse beter als dat ze uitspelen bijvoorbeeld? Nou, Heracles is hier wel in eigen huis wat beter dan op vreemde bodem. Maar hier in het eigen stadion heb je nog wel iets van een sfeer waarin Heracles druk zet. Maar de laatste thuiswedstrijd tegen Vitesse was bijvoorbeeld ook eentje waar heel veel spanning op zat. Vitesse was in de eerste helft echt een stuk beter. Die wedstrijd moesten ze ook winnen. Kwamen ze op 0-2 achter. Nou, toen zag je echt bij iedereen de vrees op het gezicht. Ja, ik verwacht eigenlijk een soort gelijke wedstrijd. En het is echt hopen voor Heracles dat ze een rode kaart mee hebben bij Almere, zoals dat ook tegen Vitesse was. Maar ik heb niet de indruk dat Heracles denkt van we zijn zomaar de favoriet in de wedstrijd tegen Almere. Nee, is dit echt een do-or-die wedstrijd voor Heracles? Wordt dat zo gevoeld hier? Ja, dat proef je wel, want hierna wacht ook een moeilijk schema voor Heracles. Wedstrijden onder meer bij Feyenoord. Dit zijn wedstrijden waarin Heracles punten moet pakken. 22 punten tot dusver na 23 speelronden. Dus als je dan die serie ziet die nog wacht voor Heracles, dan moeten ze eigenlijk zondagavond winnen. En dat proef je ook aan alles en iedereen hier. Die wedstrijd moet gewonnen worden van Almere. Maar als het moeten er vaak opkomt, dan valt het vaak tegen op het veld, hè? Maar gaat het dit keer gebeuren? Denk je dat ze inderdaad deze wedstrijd naar zich toe zullen trekken? Nee, denk het niet. Ik was ook bij Almere City op bezoek bij PEC Zwolle. Daar moest PEC ook een keer weer in eigen huis een resultaat boeken. Nou, Almere City blijkt gewoon een hele taaie tegenstander voor veel clubs. Dus ik denk dat Almere City, de favoriet is ook wat overdreven. Maar ik denk dat Almere City hier wel wegkomt met een punt. Een punt of meer? Nou, ik denk dat het een gelijk spel gaat worden voor beide ploegen. En dat Heracles daarmee niet eens zo heel onverdienstelijk hoeft te zijn. Want Almere City doet het de laatste weken goed. Nauwelijks tegen doelpunten. Zet het eens af tegen Heracles. Na Volendam de meeste doelpunten tegen. Ja. En denk je dat deze beide ploegen die elkaar zondagavond treffen volgend seizoen ook nog allebei in de Eredivisie spelen? Almere zeker. Bij Heracles vraag ik het me af. Vitesse heeft ook weer gewonnen. Dus de degradatiestrijd is weer helemaal open. Het zal echt peentjes zweten worden op die laatste speeldag. Want 2 jaar geleden ging het mis. Toen hadden ze nog 1 puntje nodig in de laatste 3 wedstrijden. Nu gaan ze er nog meer nodig hebben. Dus het gaat heel spannend worden. Maar ik vraag me af of Heracles volgend jaar weer in de Eredivisie te bewonderen is. En tot zover deze Almere Divisie. Volgende week vanzelfsprekend een nieuwe aflevering online. En dan gaan we vooruitblikken op de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht van volgende week zaterdagavond. Voor nu bedankt voor het kijken en tot volgende week.